Thank you. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على السلام هيا على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح Abdullah. <laughs> Aşmadı bismillah Vandaag begint de Jilsa Salana in Duitsland. De Jamaat-leden in Duitsland wilden dat ik de Jilsa zou bijwonen. De mens is echter gebonden aan menselijke beperkingen waarvan gezondheid één aspect is. Om deze reden, op advies van de dokter, werd de reis naar Duitsland op het laatste moment geannuleerd. En er werd voorgesteld om deel te nemen aan de Jilsa in Duitsland vanaf hier via MTA. En om de aanwezigen van de Jilsa in Duitsland ook vanaf hier toe te spreken. Zelfs dit zal gebeuren door louter de genade van Allah, de Almachtige. Bid dat Allah, de Almachtige, mij in staat stelt om dit te doen. Dit is ook een gunst van Allah de Almachtige, dat onder de uitvindingen van deze tijd Hij ons zulke communicatiemiddelen heeft gegeven. Veel mensen wensen een ontmoeting met mij, en Allah de Almachtige zal hier op een ander moment een gelegenheid voor creëren. Niettemin, via deze middelen kan men minimaal 60 tot 70 procent deelnemen aan de Jalsa. Zijn is daar vandaan zullen continu worden vertoond, inshallah. En zelfs nu zie ik daar mensen zitten. Mogen Allah de Almachtige de Jalsa en al zijn regelingen in elk opzicht zegeningen en mogen hij mensen in staat stellen volledig voordeel te halen uit alle programma's. Deze keer wordt de Jalsa georganiseerd met een ander arrangement over wat de Jamaat in Duitsland gewend is. De djelsa werd vroeger gehouden in hallen en binnenfaciliteiten. En de organisatoren van de djelsa hoefden niet al te veel te regelen, in termen van de djelsa Over het algemeen genoten mensen ook van binnenarrangementen. Maar nu, omdat de djelsa in een open ruimte wordt gehouden, zullen de organisatoren met enkele moeilijkheden te maken krijgen, evenals de aanwezigen. Niettemin moeten zij deze moeilijkheden tolereren. En het doel van beide partijen, de organisatoren en de aanwezigen, zou moeten zijn om het doel van de Jilsa te vervullen. Ze moeten niet verontrust zijn en over deze moeilijkheden klagen. Deze regelingen zullen langzaam beter worden. Soortgelijke moeilijkheden werden ook in Groot-Brittannië geconfronteerd en sommige blijven zelfs vandaag de dag bestaan. Nu zijn de regelingen echter sterk verbeterd. Daarom, tijdens deze dagen, moeten we voorrang geven aan geluk en vreugde boven elke moeilijkheid en dit tot ons doel maken. Er is geen maand verstreken sinds de jalsa in Groot-Brittannië werd gehouden. Zelfs daar, terwijl mensen de voorzieningen apprecieerden, wezen sommigen ook op de tekortkomingen. Als zodanig zullen deze tekortkomingen en zwakke punten blijven bestaan. De organisatoren proberen ze te elimineren. En zullen dat ook in de toekomst blijven doen, inshallah. Als alle aanwezigen meewerken en als de dienstverleners hun uiterste best doen om de regelingen te verbeteren, op basis van hun capaciteiten en middelen, dan wordt het gezegend. In verband hiermee zeg ik tegen iedereen die dienst heeft, dat uw eerste en belangrijkste verplichting, het ontvangen en bedienen van de gasten naar de beste vermogen, en met een echte dienstverlenende instelling is. Toon altijd beleefdheid. En de dienstverleners van elke afdeling moeten met een glimlach met de gasten omgaan. Werk terwijl u bezig bent met gebeden. Werk met de geest van het dienen van de gasten die zijn uitgenodigd door de beloofde Moschessel-Islam. En dat wat er ook gebeurt, we de standaard van onze moraal hoog zullen houden en zullen blijven dienen. Zo moeten de gasten zich ook bewust blijven van het doel van de Jalsa. En, zoals ik al zei, ze moeten elke moeilijkheid tolereren. En probeer dit doel gedurende deze drie dagen te bereiken. Het doel dat ik tijdens Jalsa Salana UK noemde, is ons exacte doel. En iedere Ahmadi moet zich bewust blijven van dit doel. Op elke plaats waar de Jalsa wordt gehouden. Als we dit doen, zal elke aanwezige allerlei moeilijkheden tolereren omwille van de Almachtige God en zo het genoegen van Allah de Almachtige verwerven. Mogen Allah de Almachtige iedereen in staat stellen dit te doen? Onthoud altijd dat onder de zegeningen die wij zijn geschonken door Allah de Almachtige, dit een van de grootste zegeningen is die Allah de Almachtige ons heeft geschonken door de beloofde Messias Islam dat we één keer per jaar samenkomen om de middelen te verschaffen voor onze spirituele vooruitgang, evenals onze morele vooruitgang. Er worden dergelijke programma's gepland die ons dichter bij Allah de Almachtige brengen en ons in gerechtigheid vermeerderen. En om uw dagen door te brengen met de intentie en vastberadenheid om de grootste morele uitmuntendheid te bewerkstelligen en om de hoogste standaard te vestigen voor het vervullen van elkaars rechten. Men moet de liefde, genegenheid en relaties onder elkaar vermeerderen. We moeten klachten wegnemen en ernaar streven om het genoegen van Allah de Almachtige te bereiken en jezelf beschermen tegen alle vormen van ijdele bezigheden. Dit zijn precies de dingen die de beloofde Messiasslitslaan van ons verwacht heeft en dit zijn de daden die Allah de Almachtige behagen, waarvoor hij ons als mens heeft geschapen en ons tot de beste van de schepping heeft gemaakt. Daarom moet elke Ahmadi die de Jalsa bijwoont, deze dingen altijd in gedachten houden. Als iemand er niet naar streeft om het genoegen van Allah de Almachtige te bereiken, als ze niet proberen vooruitgang te boeken in gerechtigheid, als ze niet proberen de hoogste morele normen te vertonen en de rechten van anderen niet nakomen, dan wordt het doel van het bijwonen van de Jalsa niet vervuld en levert het geen voordeel op. De gebeden van de beloofde Messias al worden alleen voor hen geaccepteerd die dit doel en dit objectief begrijpen, waarvoor de beloofde Messias alayhi de Jalsa initieerde. Hij, namelijk de beloofde Messias zegt Ik wens het zeker niet om degenen te verzamelen die de bijheid aan mij hebben afgelegd, enkel voor uiterlijk vertoon, zoals de hedendaagse geestelijke leiders doen, het uiteindelijke doel. Waarvoor ik deze strategie heb gemaakt, is eerder de hervorming van Gods schepping. Dat is de fundamentele reden en het doel waarvoor ik deze dzielse heb georganiseerd. En dit plan maakte met de wil en het plezier en het bevel van Allah de Almachtige. Daarom moet iedere Ahmadi deze dingen in gedachten houden. Iedere Ahmadi zou dit in het algemeen in gedachten moeten houden. Dit is niet alleen specifiek voor de Jilsa. Hoe dan ook, jullie die hier allemaal voor de Jilsa zijn samengekomen, moeten vooral in gedachten houden dat als u deze dingen doet, dan pas zal u het doel van het bijwonen van de Jilsa vervullen. En alleen dan zal u profiteren van het bijwonen van de Jilsa, wanneer u uw uiterste best doet om dit doel te bereiken. Als u geen relatie met de Almachtige God ontwikkelt, als uw morele en geestelijke omstandigheden niet verbeteren, dan heeft de beloofde Mahjislah Islam groot ongenoegen en ontevredenheid geuit tegenover zulke aanwezigheden. Hier, onder de nieuwe regelingen, als je zelfs maar met duizenden samenkomt, of waar de djilsa's ook worden gehouden, als er duizenden mensen samenkomen, maar het doel van de djilsa niet behalen, namelijk het ontwikkelen van rechtvaardigheid. Dan heeft het bijwonen van de djilsa geen zin. Nog heeft iemand voordeel bij het organiseren van de djilsa. Hij zegt: laat het bekend zijn aan alle oprechte volgelingen die zich bij deze nederige hebben aangesloten in Bayat: dat het doel van Bayat is dat de liefde voor de wereld bekoelt en de liefde voor onze edele Heer en de Heilige Profeet het hart zou moeten domineren. Het creëren van een dergelijke staat van scheiding van de wereld dat onze reis naar het hiernamaals niet bemoeilijkt wordt. Dus wat een grote verantwoordelijkheid heeft de beloofde al-Islam ons opgelegd, en wat grote verwachtingen heeft de beloofde al-Islam van ons, dat we de liefde van Allah de Almachtige en zijn boodschapper, sallallahu alayhi wa sallam, heersend maken over al onze liefdes. Er zou geen wereldse liefde moeten zijn die deze liefde kan evenaren. Dus als dit begrip zich in ons hart vestigt, alleen dan zullen onze wereldse levens geregeld zijn. En ook onze geestelijke levens. Onze hiernamaal zal versierd zijn. En deze wereld zal versierd zijn. Daarom moeten degenen die aanwezig zijn dit altijd in gedachten houden. En gedurende deze drie dagen moeten ze erover blijven nadenken. Door het keer op keer te herhalen en het herhaaldelijk in herinnering te brengen. Als u dit kan doen, begrijp dan dat u het doel van het bijwonen van de Jalsa hebt bereikt. En zo niet, dan waarderen we de zegeningen van Allah, de Almachtige, niet echt. Het is een grote zegening van Allah, de Almachtige voor ons dat hij ons de kans heeft gegeven om de beloofde as-sal-Islam te aanvaarden. Maar als na hem geaccepteerd te hebben en zijn baat te hebben binnengetreden, we er niet naar streven om de doeleinden te bereiken die gericht zijn op spirituele vooruitgang en het bereiken van hoge morele normen, dan voldoen we niet aan de rechter van onze baat. Elke deelnemer moet deze punten dus in gedachten houden. Wees voorzichtig en laat de zegeningen van deze wereld niet toe. Een middel te worden om een Ahmadi-moslim te distancieren van ware vroomheid, een reden om onze aanbidding te verwaarlozen of onder de hoogste morele normen te dalen. Deze zaken en materiële zegeningen die de Almachtige God ons heeft gegeven nadat we hierheen waren verhuisd, hebben de omstandigheden van veel mensen verbeterd. In feite is de situatie van iedereen beter. Vergeleken met de omstandigheden waarmee we eerder in Pakistan te maken kregen, of wat men zou meegemaakt hebben. Ondanks dat dingen tegenwoordig duur zijn en het maatschappelijk verval waarvan we hier getuigen zijn, vanuit materieel oogpunt geniet u nog steeds van een betere levenskwaliteit dan wat u in Pakistan had. Houd dit dus altijd in gedachten en wees Allah de Almachtige dankbaar. En terwijl je deze dankbaarheid aan Allah uitdrukt. Doe je uiterste best om de liefde van God en zijn profeet sallallahu te laten vestigen in je hart en streef ernaar om zoveel mogelijk taqwa te bereiken. Want dit is precies de reden waarom Jalsa Salana plaatsvindt. Zoals de beloofde messias stelt, dit is een plan voor spirituele groei dat hij heeft opgesteld, een middel dat hij heeft gecreëerd, een soort regeling zodat mensen zo snel mogelijk vooruitgang kunnen boeken in vroomheid. Hij legde uit dat hij heeft geprobeerd een bevorderlijke omgeving te creëren, voor morele groei, bij de genade van Allah. Het zijn niet alleen mensen die deelnemen aan de Jalsa die hun niveau van spiritualiteit en vroomheid verbeteren. Integendeel, iedere persoon die trouw heeft gezworen aan de beloofde Mosjesel-Islam en die zijn niveau van gerechtigheid verhoogt, zal het doel van de bijt hebben vervuld. En sinds u de djilsa bijwoont, dan bent u zeker aanwezig met deze intentie. En dit is waarom men de djilsa moet bijwonen, dat ik mijn taqwa naar een hoger niveau zal brengen dan voorheen. Daarom moet iedere Ahmadi zich met heel zijn hart inspannen om dit doel te verwezenlijken. De beloofde al Islam zegt, het doel waarvoor de Almachtige God deze gemeenschap heeft geschapen, is het vestigen van de ware erkenning van God die op aarde verloren was gegaan, en het hervestigen van de ware gerechtigheid en vroomheid die in de wereld niet te vinden zijn. Op een andere plaats merkte hij op: "O jullie die jezelf als leden van mijn gemeenschap beschouwen, jullie zullen in de hemel als leden van mijn gemeenschap worden beschouwd alleen als jullie werkelijk op rechte stappen zetten op het pad van vroomheid." Vervolgens zei hij: "Vestig de grootheid en het ontzag voor God in uw hart." En geef uitdrukking aan zijn eenheid niet alleen door woord, maar ook door daad, zodat de Almachtige God ook voor jou zijn welwillendheid en tedere genegenheid door daden demonstreert. Houd dus altijd deze uitspraken van de beloofde Messias -islam in gedachten. Zoals ik al zei, dit is het ware doel van de deelname aan Jilsa en van het zijn van een echte Ahmadi-moslim. De beloofde Messias -islam legt uit dat dit de intentie is waarmee iedere Ahmadi-moslim zou moeten deelnemen aan de Jilsa. En dat dit de dingen zijn die we erdoor in onszelf moeten inprenten. Profiteer van de spirituele omgeving die de Almachtige God voor u heeft voorzien en probeer jezelf te ontdoen van alle vormen van wereldse malaise in deze dagen. En doe dat met de bedoeling dat we onszelf zuiver zullen houden van de plaag van het materialisme gedurende ons hele leven. Door voorrang te geven aan ons geloof boven alle wereldse zaken. Door gebruik te maken van al onze door God gegeven vermogens. De belofte islam heeft precies die mensen in zijn gemeenschap geteld die vroomheid en ware takwa in zichzelf ontwikkelen. En terwijl ze hun eigen omstandigheden hervormen, streven ze ernaar de normen van gerechtigheid te verhogen. Hij heeft ook zijn wens geuit dat we ons best doen om het genoegen van Allah te verdienen. Houd uw tong voortdurend bezig met het gedenken van Allah en breng uw dagen en nachten door in aanbidding. Laat die wereldse behoeften, die onontkoombaar verbonden zijn met het mens zijn en onderdeel zijn van een grotere samenleving, niet zonder Gods herinnering zijn. Laat hen nooit strijden in prioriteit met God. Laat al uw daden uitstralen door uw verlangen om God te behagen. De beloofde Messias Leslaan verklaarde... Denk eraan dat Gods volmaakte dienaren degenen zijn, degenen over wie de Almachtige God heeft gezegd, het zijn mensen wier zaken en handel, hen er niet van weerhoudt om Allah te gedenken. Wanneer het hart een vereniging van een ware en oprechte liefde met God aangaat, dan scheidt het zich nooit meer van Hem af. Eén aspect van deze toestand kan als volgt worden begrepen, als iemands kind ziek is, ongeacht waar de ouders heen gaan of wat ze doen. Hun hart en geest blijven gefixeerd op de toestand van hun kind. Hetzelfde geldt voor degenen die een echte verbinding en liefde vestigen met de Almachtige God en hem onder geen enkele omstandigheid verlaten. Dus een Ahmadi-moslim zou altijd deze herinnering en gedachte aan de Almachtige God in gedachten moeten houden. Er moet een constante inspanning zijn om degene te worden wier elke handeling voor zijn plezier is en altijd bezig blijven met zijn gedachten is. En wegblijven van elke handeling die hij ons heeft verboden. We moeten ons altijd herinneren en bewust blijven. En het moet stevig in onze gedachten verankerd raken dat al onze daden en nalatigheden door Allah gezien worden. Dus ik zou niets moeten doen dat zijn ongenoegen zou kunnen veroorzaken. Dit is dus de toestand waarin de beloofde Mashias in ons wil zien. En we moeten ernaar streven om dit te bereiken. Beloof daarom vandaag dat we ons uiterste best zullen doen om de eed te vervullen die we hebben afgelegd met de beloofde al-Islam en dat we de missie van de beloofde al-Islam zullen verspreiden in overeenstemming met zijn leerlingen. We zullen ernaar streven het geloof van de Pleiaden terug te brengen in tegenstelling tot het verminderen van ons geloof door verwikkeld te raken. In materialisme. We moeten beloven te handelen naar de leringen van de Heilige Koran, zodat we tot de beste natie worden gerekend, zodat wij tot die natie kunnen worden gerekend voor wie Allah de Almachtige goedheid heeft vastgesteld. En het is door onze daden dat we een deugdzaam voorbeeld kunnen geven. We moeten geloven dat dit geloof en deze leringen voor altijd in ons hart gegrift zullen worden. En een deel van al onze daden zullen zijn, als God het wil. En terwijl we dit gebod van de Almachtige God in het oog houden, moeten we betrokken blijven bij het gedenken van God, zoals de Almachtige God zegt. O gij die gelooft, gedenk Allah veel. Daarom heeft Allah de Almachtige ons een kans gegeven, als een herinnering voor ons. En zodat wij onze aandacht kunnen richten aan het gedenken van Allah gedurende deze dagen, en ook onze aandacht richten op onze aanbidding, zodat wij in gerechtigheid toenemen. Zodat wij degenen worden die de nabijheid van Allah de Almachtige bereiken, die ten volge, net zoals de beloofde Mosjesl Islam heeft verklaard, Allah de Almachtige zal dan zijn welwillendheid en gunsten schenken, door dus vooruitgang te boeken. En gerechtigheid zullen de welwillendheid en gunsten van Allah, de Almachtige, duidelijk worden. Eén aspect hiervan is het vervullen van de rechten van Allah. En we zullen dit alleen verkrijgen door het vervullen van de plichten van onze aanbidding en door het gedenken van Allah. Terwijl hij deze zaak uiteenzette en het in verband bracht met Jal Sassalana, zei Hazrat Muslim Awt. De jasa Salana is een van de tekenen van Allah de Almachtige. En de reden genoemd door de beloofde al-Islam om het al zodanig te beschouwen is omdat het een middel is om de spiritualiteit te vergroten. En een belangrijke methode om dit te bereiken is aanbidding en het gedenken van Allah. Wat betreft het gedenken van Allah, een van de grote voordelen hiervan die door de Almachtige God wordt benadrukt is. Als jij Allah gedenkt, zal Allah jou op zijn beurt gedenken. Wat betekent dat als je Allah gedenkt, in ruil zal Allah jou gedenken? Dus het meest gelukkige is degene die door zijn Meester wordt herinnerd, degene die Hem heeft geschapen en die de ware soeverein is en Hem vervolgens zegent met genade en gunsten. Daarom tijdens deze dagen moet iedereen bijzondere aandacht besteden op deze belangrijke kwestie. Of het nu de mannen zijn die in de jilsaga zitten, vrouwen, of de mannen en vrouwen die verschillende taken krijgen toegewezen, of selejna, nasirat of het faal zijn. Iedereen zou dit in gedachten moeten houden. Als we er niet in slagen het juiste belang te hechten aan onze aanbidding en aan de gedachtenis van Allah, dan zullen wij geen oprechte band vestigen met de vertegenwoordiger gezonden door Allah, nog kunnen wij de ontvangers worden van het genoegen van Allah. Precies zoals de beloofde Messias zegt: Jullie worden geteld als leden van mijn gemeenschap in de hemel wanneer jullie werkelijk de wegen der gerechtigheid betreden. Deze verklaring zou onze haren overeind moeten doen staan. We lezen deze woorden vaak of horen ze vaak in onze Jamaat-programma's en ze worden vaak herhaald. We werpen echter een vluchtige blik op hen en nadat we het herhaald hebben, zien we ze over het hoofd. Of misschien besteden we er een korte tijd aandacht aan en we richten tijdelijk onze aandacht op hen, maar dan vergeten we ze. Dus een oprechte en ware Ahmadi moet altijd rekening houden met deze verklaring en er diep over nadenken. Elk advies dat door de beloofde Moshe Islam aan zijn gemeenschap wordt gegeven, zou ons tot op het bod moeten doen schudden. We kunnen talloze verbale beweringen doen dat we Ahmadi zijn, maar als de Heer van de Troon ons niet als zodanig heeft beschouwd. Dan is het zinloos om deze bewering te doen en zal het bijwonen van de Jalsa te vergeefs zijn. Bid daarom gepassioneerd tijdens deze dagen. Smeet in verbinding met de Almachtige God. Richt uw aandacht op de herinnering aan God en reinig uw hart van de duisternis die erin ligt. En verwijder alle boosaardigheid. In dit verband wil ik een oproep doen. Hazrat geliefde het de derde, III Himalatallah zag een droom waarin een oudere Heer tegen hem zei. Als elk lid van deze gemeenschap de durood 200 keer reciteert... Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, allahumma salli ala muhammadin, wa ala muhammadin. Vervolgens zei hij tegen degenen die op jongere leeftijd zijn... Tussen de 15 en 25 jaar, zij moeten het minstens 100 keer per dag reciteren. Kinderen moeten het minstens 33 keer reciteren. En jongere kinderen moeten het drie of vier keer na hun ouders herhalen. Daarnaast moet men is te 100 keer reciteren. Verder wil ik hieraan toevoegen dat men het volgende 100 keer moet reciteren. Vooral tijdens deze dagen. En in het algemeen, in de toekomst. In de droom of visie okay, aan Hazrat geliefachtel de III werd getoond dat als je dit doet, dan zul je een veilig fort betreden waar Satan nooit binnen kan komen. De muren van het fort zijn gemaakt van ijzer dat tot aan de hemel reikt. Er zal dus geen barst overblijven waardoor Satan kan binnendringen. In deze tijden. Waarin Satan er alles aan doet om ons aan te vallen, zowel als gemeenschap als op wereldschaal, is er maar één manier om onszelf te beschermen. Dat is speciale nadruk leggen op gebeden. Niet alleen tijdens de dagen van de Jalsa, maar voor altijd. Het reciteren van de rood aan de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en de herinnering aan God zou een permanent onderdeel van uw leven moeten zijn. Iedereen, kinderen, volwassenen, vrouwen en mannen, zouden hier aandacht aan moeten besteden. Een ander belangrijk punt is dat er veel toespraken zullen zijn gericht op het vergroten van kennis, morele training en spirituele verbetering. Luister hier ook naar. Doe gedurende het luisteren naar deze toespraken een belofte voor God en zoek zijn hulp, zeggende. O God, we zijn hier gekomen met zuivere bedoelingen als antwoord op de oproep van uw Messias voor de hervorming van onze harten. Wij kunnen deze hervorming echter niet verwezenlijken enkel door onze eigen inspanningen. We hebben uw hulp nodig als u ons gebed niet hoort. En ons niet helpt, dan kunnen wij de normen van uw aanbidding niet bereiken. Daarom bidden wij, O mijn God, O mijn geliefde God. Omwille van U, red ons van de ondergang. Geef ons een overvloedig deel van het nobele doel waarvoor wij hier bijeen zijn gekomen. Schenk Uw genade aan ons, want zonder Uw genade kunnen we niets bereiken. Zuiver ons hart zo grondig dat wat we ook horen, we er niet enkel vanuit een intellectueel of literair perspectief van genieten, maar in plaats daarvan we de normen van onze moraal en spiritualiteit verhogen, die ons dichter bij U brengen. En maak deze kwaliteiten een deel van ons leven. We moeten er naar handelen en er ook voor zorgen dat deze deugden in onze toekomstige generaties voortduren. Dus als we oprecht proberen te profiteren van de Jalsa-programmas, bidden en ernaar streven deze leerlingen in ons leven toe te passen. Alleen dan kunnen we een transformatie in ons leven bewerkstelligen. Wij zullen deelnemen aan de revolutie waarvoor de beloofde Mishiel Islam werd gezonden. En als gevolg daarvan zullen we een revolutie in de wereld teweeg brengen. Anders, zoals ik al zei, de wereld die momenteel ondergedompeld is in frivoliteit en spel, gaat richting vernietiging. Satan valt vanuit alle richtingen aan en de wereld kan zichzelf niet redden als we in deze val trappen. Dan zal er niemand meer zijn om de wereld te redden. En ook wij zullen ermee omkomen. Het is dus een moment van grote angst. En Ahmadi moet altijd reflecteren en voortdurend focussen op het bereiken van het doel van het leven. Wat ook het doel is van onze belofte van trouw aan de beloofde Messias. We hebben beloofd met al onze macht te zullen streven om dit doel te bereiken. De beloofde Messias al -Islam, heeft verklaard dat een van de doeleinden van de Jilsa is dat de deelnemers hun onderlinge kennismaking vergroten. Met andere woorden, om liefde, genegenheid en vriendschap onder elkaar te bevorderen. Als we dit recht vervullen en dit doel bereiken, alleen dan kunnen wij werkelijk leden van de gemeenschap worden die de beloofde Messias verlangt. Daarom, tijdens deze dagen, leg veel nadruk op het versterken van de relaties, het bevorderen van liefde, het verspreiden van vrede onder elkaar en het verbeteren van de banden die u al hebt. Als er om welke reden dan ook klachten zijn, probeer deze dan te verwijderen, om Gods welbehagen te zoeken. Vermijd niet alleen ijdele praatjes, maar streef er ook naar een sfeer van liefde en genegenheid te creëren. Niet alleen moet je ruzies vermijden, maar zoek ook excuses en bied vergeving aan voor eventuele geschillen uit het verleden. Bevrijd jezelf van de strikken van je persoonlijke ego. Ik ontvang klachten. Dat mensen ernstige ruzies krijgen over triviale zaken, waardoor de gemeenschap in discrediet wordt gebracht. Ik heb dit al meerdere keren vermeld, ook in de vorige Jelsa van het Verenigd Koninkrijk. Geef hier de nodige aandacht aan. Soms, in onvermijdelijke omstandigheden, moet het administratieve systeem van de gemeenschap voor dergelijk gedrag een straf opleggen om de waardigheid van de gemeenschap te beschermen, wat dan ongemak veroorzaakt. Maar deze straffen worden niet met vreugde opgelegd. Onthoud altijd dat we de heiligheid van de gemeenschap moeten hooghouden. Als de administratie of de kalief van de tijd enige straf oplegt, het wordt gedaan om de heiligheid van de gemeenschap te behouden, omdat de heiligheid van de gemeenschap boven alle relaties gaat. Als je een echte verbinding hebt met de beloofde moschee islam dan, terwijl je spijt voelt voor je daden, streef er naar de breuken die zich hebben gevormd te herstellen en banden van liefde te creëren. Niet alleen vanwege die liefde, maar ook vanwege een oprecht verlangen om de leringen van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam te volgen. Hij instrueerde dat geen enkele moslim een andere moslim schade mag berokkenen met zijn tong of hand. Dus tijdens deze dagen, als we samengekomen zijn om Gods welbehagen te zoeken, buig voor hem en blijf bidden. Neem met volmaakt geloof deel aan de gedachtenis van God. Volg het pad dat Allah heeft voorschreven met volledige gehoorzaamheid. Als dit gedaan is, dan is het onmogelijk om op enig moment ongehoorzaam te zijn aan het systeem van de gemeenschap. Aan de ene kant is er een inspanning om meegeteld te worden als lid van de gemeenschap van de beloofde messias islam in de hemel, terwijl je aan de andere kant het systeem opgericht door de beloofde messias islam en zijn opvolgers misschien negeert. Dit kan niet gebeuren. Dit zijn twee tegenstrijdige acties. Degenen die oprecht voor God buigen kunnen dergelijke tegenstrijdigheden niet aan de dag leggen. Daarom, tijdens deze dagen, streef ernaar om de onzuiverheden uit uw hart te verwijderen door gebeden en zelfvervorming. Waardeer de kans die Allah heeft geboden als je naar de Jalsa bent gekomen met het doel van hervorming en niet alsof je naar een festival gaat. Zoals de beloofde al Islam heeft verklaard, dat deze Jalsa geen festival is, dan zullen zeker de onzuiverheden van de harten worden gereinigd. Soms zelfs in het dagelijks leven en in de dagen na de Jalsa kan een algemene Ahmadi conflicten hebben met Amstragers. Als ze in dergelijke gevallen het doel van de Jalsa in gedachten houden, zal elke Ahmadi proberen zijn conflicten uit het verleden op te lossen. Als hier enige bitterheid is ontstaan, zullen ze ook proberen deze weg te nemen. Amstragers en mensen die dienst hebben tijdens de Jelsa moeten ook in gedachten houden dat we de hoogste normen van moraal moeten tonen en ernaar moeten streven om persoonlijke ego's en wrok weg te nemen, omwille van Allah de Almachtige. We moeten de belofte nakomen die we hebben gedaan om als broeders te leven. De hoogste normen van moraal moeten worden getoond, vooral door degenen. Die dienst hebben, omdat zij als Amstragers een grote verantwoordelijkheid hebben. Daarom moeten ze meer geduld tonen, zelfs als er sprake is van een overtreding, en nooit hard reageren. Wanneer u dit doet, zal uw hoge moraal een voorbeeld zijn voor anderen. Als Amstragers zichzelf als dienaren beschouwen in plaats van Amstragers, en elke dienstverlener zichzelf als een dienaar beschouwt, en de leden van de gemeenschap, de Amstragers, als dienstverleners beschouwen, die zijn aangesteld door de Kalif van de tijd om het bestuur van de gemeenschap te leiden, dan zullen deze relaties altijd een band van liefde en genegenheid blijven. Zij zullen de ware boodschap van vrede en veiligheid aan de wereld overbrengen, onder leiding van de kalif van de tijd. Ze zullen een revolutie in de wereld teweeg brengen, ze zullen de missie van de beloofde messias al islam vervullen. Ze zullen de paden volgen waarop de beloofde messias al islam ons wilde laten betreden. Ze zullen de normen halen waarover de beloofde Messias al-Islam ons heeft geleid om ze te bereiken. Hij zegt op één plaats, o gelukkige mensen, treed deze leer met volle kracht binnen die mij gegeven is voor uw verlossing. Dat wil zeggen, je hebt de eerste stap naar succes en fortuin al gezet door trouw aan mij te beloven omdat je geluk had. Maar maak deze lering nu tot een praktisch onderdeel van uw leven, zodat uw deugden worden gepolijst. Hij zegt, weet dat God één is en geen partner heeft. Verbind niets met Hem, niet in de hemel, noch op de aarde. Vervolgens zegt Hij, God verbiedt je niet om hulpbronnen te gebruiken. Je kunt absoluut wereldse middelen gebruiken, maar iemand die God verlaat en uitsluitend op wereldmiddelen vertrouwt, is een afgodendienaar. Van oudsher zegt God dat verlossing niet kan worden bereikt zonder een zuiver hart te hebben. Wees dus zuiver van hart. En laat persoonlijke wrok en vijandschap varen. Het zelf van de mens dat aanzet tot het kwaad omvat vele onzuiverheden. De grootste daarvan is arrogantie. Als er geen arrogantie was, dan zou niemand een ongelovige blijven. Wees je dus zachtmoedig van hart, en aangezien u predikt over het aanbieden van het paradijs, moet u over het algemeen empathie tonen voor de mensheid. Met andere woorden, we zeggen dat de islam de echte religie is die verlossing schenkt, en het is daardoor dat men nabijheid tot Allah de Almachtige kan bereiken. Zo prediken wij het paradijs aan mensen. De beloofde Machizel Islam zegt, aangezien u predikt over het aanbieden van het paradijs, moet u empathie tonen voor de mensheid. Hoe kan uw prediking als waar worden beschouwd als je anderen in deze tijdelijke wereld kwaad wenst? Vervul de plichten die aan de Almachtige God verschuldigd zijn, met de oprechte angst dat je erover zal worden ondervraagd. Smeek veel in uw gebeden, zodat God u tot zich kan trekken en uw hart kan zuiveren, omdat de mens zwak is. Elke zonde die wordt verwijderd, wordt verwijderd door de kracht van de Almachtige God. Hij zegt: Totdat iemand de kracht van de Almachtige God niet ontvangt, hebben ze niet het vermogen om enig kwaad te verwijderen. De islam is niet enkel het beleiden van de kalima. Integendeel, de essentie van de islam is dat uw geest op de drempel valt van de Almachtige God en dat God en zijn geboden voorrang hebben op elk aspect van jullie wereld. Met andere woorden, je zou voorrang moeten geven aan het geloof over de hele wereld. Dit zijn de normen vastgesteld door de beloofde Messias al-Islam, die we in onszelf moeten proberen te verwezenlijken en te bereiken, en daardoor persoonlijke wrok en vijandschap elimineren. Dit is een uitstekende gelegenheid om dat te doen. U moet tijdens deze dagen naar dit doel streven. En gezien er tijdens deze dagen een spirituele sfeer wordt bevorderd, wordt men ook aangetrokken tot zelfreflectie, zoals ook het geval zou moeten zijn. De beloofde Messiah zegt, focus op het vermijden van arrogantie, omdat arrogantie ongehoorzaamheid voortbrengt. Het is arrogantie die mensen ertoe bracht... De profeten te verwerpen. Het is arrogantie die aanzet tegen het systeem van de Jamaat. En het zet vervolgens aan tot opstand tegen het systeem van de Jamaat. Het is arrogantie die tot ruzies onder elkaar leidt. Het is arrogantie die de valse eer toont die met iemands trots gepaard gaat. Streef er daarom hard naar om arrogantie te vermijden. Dan wordt u bevolen empathie te tonen voor de schepping van Allah Almachtige. Je woorden kunnen alleen maar invloedrijk zijn en jouw inspanningen op het gebied van verspreiding zullen alleen maar impact hebben wanneer echte empathie voor de schepping ontstaat. Wanneer mensen onze djelsas bezoeken, worden ze beïnvloed bij het zien van de atmosfeer, omdat ze op dat moment zien dat Ahmadi's nederig hun gasten bedienen en met liefde en genegenheid met elkaar omgaan. Dit is de stille tablier waar ik altijd de aandacht op vestig. Dit is de tablier die het mogelijk maakt de waarheid van Ahmadiyyat in de harten van mensen te doen heersen. Mensen uit verschillende landen wonen ook uw bij, En zoals altijd vertrouw ik erop dat deze mensen een positieve impact zullen hebben. En gezien u ernaar streeft een positieve impact te bewerkstelligen... En terwijl je je woorden en je daden verenigt. En terwijl je handelt volgens de leringen van de beloofde messias, de islam en de islam. Jij voor de almachtige God met nederigheid en zachtmoedigheid buigt. Om degene te worden die de doelstellingen van de Jalsa bereiken. Het doel om gerechtigheid te bereiken. Waardoor iemand deugdzaam kan handelen. Wanneer dit gebeurt zal onze roeping tot Allah ook gezegend worden. Tegenwoordig wordt er veel gezegd tegen de islam en de moslims. Maar als mensen de sfeer hier van liefde, genegenheid, broederschap, onze hoge moraal zien en onze verbinding met de Almachtige God, dan zullen de twijfels en zorgen in de hoofden van velen, dat moslims verkeerde daden begaan of slechte leringen propageren, dan worden die leringen of die gedachten verdreven. Dus gedurende deze dagen, door jouw woorden en daden, maak de omgeving zo vredig. Past dit in feite altijd toe op je leven als geheel. Maak de omgeving zo vredig, past dit in feite altijd toe op je leven als geheel. Maak de omgeving zo vredig, die een positieve impact heeft op de wereld, zodat mensen kunnen verklaren dat dit zijn de mensen die handelen volgens de ware leerstellingen van de islam. En alleen de ware leerstellingen van de islam kunnen echte vrede en veiligheid in de wereld tot stand brengen. Dus je zal stille te aan het doen zijn zonder gebruik van enige literatuur of argumentatie. Als we ons leven werkelijk zo inrichten dat we een voorbeeld worden van de ware islamitische leer, dan zullen we degenen worden die hun belofte van trouw nakomen, trouw beloven aan de beloofde misschien islam. Zal ons alleen maar ten goede komen als we voorrang geven aan het geloof over de hele wereld, en niet degenen zijn die loze slogans verkondigen. De Beloofde Messias heeft zijn gemeenschap met veel pijn en verlangen geadviseerd en ik zal hiervan een extract aan u presenteren. De Beloofde Messias zegt: Ik bid en ik zal blijven bidden zolang ik leef, dat de Almachtige God de harten van mijn gemeenschap zuivert en hun hart naar hem toekeert, door zijn barmhartige hand uit te strekken, dat hij hun hart verlost van alle onheil en boosaardigheid en hen ware wederzijdse liefde schenkt. Ik ben er zeker van dat dit gebed op een gegeven moment aanvaard zal worden, en dat God mijn gebeden niet verloren zal laten gaan. De beloofde Meschis-Lislam waarschuwt ook wanneer hij het volgende zegt: Inderdaad, ik bid ook dat als in de kennis en het ontwerp van de Almachtige God iemand uit mijn gemeenschap voortdurend pech heeft en niet is voorbestemd om ware vroomheid en vrees voor God te bereiken, verwerp hem dan van mij. O God de almachtige omdat hij van u is afgeworpen en vervang hem door iemand wiens hart teder is en voor wie het zoeken naar jou een deel van het leven is dit zou ons wakker moeten schudden als we willen deel hebben aan de gebeden verricht door de beloofde messias dan moeten we deugdzame veranderingen in onszelf teweeg brengen Anders, zoals de Beloofde Messias al zei, als dit niet gebeurt, hebben ze niets met mij te maken, omdat ik alleen maar wil omgaan met degenen die deugdzaam en vroom zijn. Terwijl dit gebed ons hoop geeft en onze aandacht trekt om degenen te worden die deugzaam handelen, is het ook een beangstigend vooruitzicht dat als we niet deugzaam handelen, we afstandig zouden kunnen worden van de Beloofde Messias al Wij moeten niet degenen zijn die alleen in woorden trouw beloven. Degenen die trouw beloven en dan in plaats van het verkrijgen van de zegeningen van Allah de Almachtige, diegenen worden die zich zijn ongenoegen op de hals halen. Mogen Allah de ons hiervan redden. Ik wil ook zeggen dat tijdens de dagen van de Jalsa, iedereen die dienst heeft en alle aanwezigen hun omgeving in de gaten moeten houden. Met de omstandigheden die tegenwoordig heersen, zou een ondeugende groep hiervan kunnen profiteren. Blijf daarom waakzaam als het om veiligheid gaat. Mogen Allah de Almachtige iedereen beschermen tegen elk kwaad. Mogen deze Jalsa alle zegeningen aantrekken en mogen iedereen onder de bescherming van Allah de Almachtige blijven. Bid veel voor de toestand van de wereld. Bid ook veel voor uw land. Als we oprecht handelen, volgens de geboden van Allah de Almachtige. Als we zijn welbehagen behalen. Als we handelen volgens de ware leringen van de islam. Wanneer we ware liefde en toewijding voor de heilige profeet sallallahu alayhi sallam uiten en wanneer we de heropleving van de islam en de verspreiding van de islamitische leer voltooien waarvoor de beloofde messias islam in dienstbaarheid aan de heilige profeet sallallahu alayhi werd gestuurd, dan zal Allah de Almachtige zeker onze gebeden horen als dit onze bedoelingen zijn en we zullen een bron worden die de wereld leidt. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen te profiteren van de zegeningen van Jalsa. Mogen Allah de Almachtige u in zijn bescherming houden gedurende deze drie dagen en daarna. Mogen hij zijn zegeningen blijven uitstorten en u in staat stellen de gebeden te reciteren waarvoor ik een oproep heb gedaan. De Roet schreef, 200 keer reciteren is te gevaar 100 keer, evenals Rabbi Kuloshain ga demokarabifa faziw en surni warhamni. Schenk de nodige aandacht aan het reciteren hiervan niet alleen gedurende deze drie dagen. Dit is eerder een voortdurende oproep. En elke Hamadi zou deze gebeden voortdurend moeten reciteren. Moeders moeten hun kinderen deze gebeden ook laten herhalen. Mogen Allah de Almachtige de mogelijkheid daartoe schenken. De organisatoren van de Jalsa hebben mij ook geschreven dat er enkele tentoonstellingen plaatsvinden. Ze hebben mij gevraagd aan te kondigen dat de mensen deze tentoonstellingen moeten bezoeken. En dus vestig ik de aandacht hierop. U moet deze tentoonstellingen bezoeken en ervan profiteren, zodat u het kunt zien hoe Allah de Almachtige zijn gunsten aan ons schenkt. Mogen Allah de Almachtige de mogelijkheid daartoe schenken. Tijdens deze dagen moeten degenen in Duitsland waarvan ik kan zien dat zij vrij groot in aantal zijn, mashallah. Zij moeten zich concentreren op het verrichten van gebeden en het gedenken van Allah. Mogen Allah de Almachtige dit in alle opzichten gezegend maken. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله اكبر